Bij het vak geschiedenis vragen we ons voortdurend af wat er vroeger gebeurd is. En hoe dat gebeurd is en waarom dat gebeurd is. En het zijn lastige vragen om te beantwoorden, maar gelukkig hebben we de bronnen die ons kunnen helpen om een antwoord te geven op die vragen. Het probleem bij die bronnen is echter dat je daar ook een heleboel vragen over kunt hebben. Klopt de informatie in de bron wel? Hoe is de makerij aan die informatie gekomen? Is deze informatie wel betrouwbaar? En in dit filmpje ga ik je wat tips geven waar je op kunt letten als je gaat kijken naar de betrouwbaarheid van bronnen. Als je namelijk een bron hebt waarvan je de betrouwbaarheid moet beoordelen, dan moet je jezelf een aantal vragen stellen. De eerste vraag die richt zich op de soort bron eigenlijk. Wat voor soort bron is het? Is de bron geschreven of ongeschreven? Dat kan voor de betrouwbaarheid een heleboel uitmaken. Normaal gesproken is een ongeschreven bron, zoals bijvoorbeeld een gebouw of een voorwerp, ja, daar kun je weinig aan veranderen natuurlijk. Dat is in ieder geval heel lastig om te veranderen. Dus daar kun je niet mee knoeien. Dat zal wel betrouwbaar zijn. Bij een tekst bijvoorbeeld, ja, daarin kun je makkelijk leugens of onwaarheden opschrijven, of dingen verdraaien of expres dingen weglaten. Dus zeker bij een geschreven bron moet je goed kijken naar die betrouwbaarheid. Ja, zijn er dan geen ongeschreven bronnen waarvoor dat ook geldt? Jawel, als je gaat kijken naar tekeningen, schilderijen of bijvoorbeeld foto's, ja, daar kan ook in geknoeid zijn. Daar kunnen ook dingen in aangepast zijn. Dus ook daar moet je altijd goed kijken naar de betrouwbaarheid. Als je dan toch aan het kijken bent naar de bron zelf, dan moet je jezelf ook altijd afvragen van ja, is deze bron nou eigenlijk voor iedereen bedoeld? Of was dit een heel persoonlijke, een privébron? Om een voorbeeldje te geven, een dagboek is natuurlijk heel erg privé. Daarin schrijft in principe iemand iets voor zichzelf op. En waarom zou iemand tegen zichzelf gaan zitten liegen? Dus de kans is groot dat het dan dat de betrouwbaarheid van een dagboek, van de informatie die erin staat, dat die heel erg groot is. Aan de andere kant, een openbare bron. Denk bijvoorbeeld aan een toespraak van een minister die de bevolking van zijn land wil overtuigen van het nut van een of andere bepaalde wet of maatregel. Die heeft dus daar een bepaald doel bij en die kan daarom ook doelbewust dingen weglaten. Dus dan zou het dus wel eens de betrouwbaarheid aan kunnen tasten. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, maar het is een openbare bron. Dus veel mensen die horen of die lezen die informatie en die kunnen dat dus ook controleren. Nu merk je al, betrouwbaarheid is heel erg lastig om aan te geven. En je kunt moeilijk na het stellen van bijvoorbeeld één vraag maar zeggen, deze bron is betrouwbaar of niet. Je kunt hoogstens per aspect aangeven van, nou ja, dit tast de betrouwbaarheid aan. Als een foto dus bewerkt is, ja, dan tast dat de betrouwbaarheid aan. Als een dagboek wordt teruggevonden en er heeft verder nog nooit iemand in gekeken, ja, dan geeft dat wel eens aan dat het juist wel betrouwbaar is, bijvoorbeeld. Maar goed, we zullen eerst nog eens even naar de andere vraag gaan kijken. Want we hebben dus nou gekeken naar wat voor soort bron het is. Daarnaast moet je ook gaan kijken uit welke tijd de bron eigenlijk stamt. In een bron staat altijd informatie over een bepaalde gebeurtenis of over een bepaalde persoon. Maar als die informatie veel later is opgeschreven dan dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, ja, dan tast dat de betrouwbaarheid natuurlijk aan. Mensen kunnen dingen vergeten zijn als ze pas jaren later over een bepaalde gebeurtenis spreken. En dat komt de betrouwbaarheid dan natuurlijk niet ten goede. Oké, en nu gaan we dus eens even kijken naar de maker van de bron. Ook daar moet je even bij stilstaan. Wat weet je eigenlijk van de maker van die bron? Wie is die maker? Wat voor soort persoon is het? Denk daarbij weer aan de tijd en de plaatsgebondenheid. Mensen kijken altijd met een bepaalde bril naar een gebeurtenis vanuit hun eigen achtergrond. En ze kunnen daarom dus ook een bepaalde bedoeling hebben met een bron. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een bron waarin een katholiek spreekt over het protestantse christendom, dan moet je altijd in je achterhoofd houden dat voor een heel groot deel van de geschiedenis de katholieken een hekel hadden aan de protestanten en andersom. Zij vonden elkaars versie van het christendom, vonden zij slecht. En als een katholiek spreekt over protestanten, of een protestant over katholieken net zo goed, dan kunnen ze vaak tot doel hebben om de andere kant zwart te maken. Dus daar moet je wel even bij stilstaan. Die tijd en die plaatsgebondenheid, die is heel erg belangrijk.
En daar hangt dus dat doel van de bron mee samen. Je kunt er niet altijd uithalen, maar je moet het wel proberen te achterhalen. En ja, dan heb je die maker. Waar heeft die maker eigenlijk zijn informatie vandaan gehaald? Dat is ook iets waar je even naar moet gaan kijken. Hoe is hij eigenlijk aan zijn informatie gekomen? Wat wil hij daar precies mee gaan doen? En dan komen we gelijk bij de laatste belangrijke vraag. Die informatie, de inhoud van de bron, klopt die eigenlijk wel? Staan daarin feiten of worden er vooral meningen gegeven? Is een bron dus objectief, vol met feiten, of juist subjectief, vol met meningen? Een objectieve bron, zou je zeggen, die is veel betrouwbaarder dan een subjectieve bron. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar dat kan wel een indicatie zijn van de betrouwbaarheid van een bron. En heeft die maker van die bron, heeft hij bepaalde vooroordelen in zijn bron verwerkt? Denk terug aan die katholieken en die protestanten. Die hebben vooroordelen ten opzichte van elkaar. En het kan dus goed zijn dat die op de een of andere manier in die bron terecht zijn gekomen. En ook dat zou de betrouwbaarheid weer aan kunnen tasten. De laatste vraag is, ja, oké, we hebben nou deze bron. Maar als we die nou langs andere bronnen gaan leggen, uit diezelfde tijd of over hetzelfde onderwerp. Ja, klopt de informatie dan met wat we al over dit onderwerp weten, met wat we in andere bronnen lezen? Heel simpel gezegd, als er 10 bronnen zijn die zeggen dat iets wit is en we komen één bron tegen waarin staat dat het juist zwart is, ja, dan is de kans wel groot natuurlijk dat die ene bron het niet bij het juiste eind heeft. En zo moeten we dus iedere keer naar de betrouwbaarheid van bronnen gaan kijken. En dit zijn heel lastige vragen en het is moeilijk om een antwoord te geven op deze vragen. Het is moeilijk om een algemene conclusie te trekken over de betrouwbaarheid van een bron. Je moet altijd dus naar verschillende aspecten gaan kijken. De soort bron, de tijd, de maker, de inhoud. En op basis daarvan kom je eigenlijk met een soort plus- en minlijstje. Dingen die juist voor de betrouwbaarheid van een bron pleiten en dingen die juist tegen de betrouwbaarheid van een bron pleiten. En uiteindelijk trek je daaruit je eigen conclusie. Nogmaals, dit is lastig. Maar zelf vind ik het een van de belangrijkste dingen van het geschiedenisonderwijs. Het kritisch leren kijken naar informatie. Zeker in een tijd waarin wij via televisie en via internet voortdurend informatie over ons heen gestort krijgen, is het belangrijk om eens goed te kijken of die informatie eigenlijk wel klopt. Succes!